Ik dacht van dat is een kans. Een kans voor heel veel jongeren die aan deze kant van de stad wonen, die nog graag aan het werk willen. Want wat zou het u kunnen brengen? Heel veel werkgelegenheid, heel veel toeristen die hier dan aanmeren. En in het kader van balans in de stad zou het natuurlijk fantastisch zijn om de toeristen straks niet met touringcars de stad in te rijden, maar met rondvaartboten. En de strijd is eigenlijk geopend, hè? Er zijn nog twee andere locaties. Wat gaat u doen om die terminal naar u toe te trekken? Vindt u niet dat dit de beste locatie is? Dit is de entree van, vanuit Noordzeekanaalgebied, IJmondgebied. Is dit de beste entree van Amsterdam? Er zijn ook mensen die zeggen, wij willen juist die terminal in het centrum houden. Ik denk dat we een tijd hebben gehad. Hè? Een 17e eeuwse middenstad is niet gebaat voor een terminal. Daar ben ik het eens met de wethouder Ollongeren. Ik denk dat het erg belangrijk is, de stad groeit dicht. En Amsterdam is groter dan de binnen de ring. Wij zijn ook een deel van Amsterdam. Eigenlijk meer de cruise terminal straks in de voortuinen van Amsterdam. Dit is een voortuin van Amsterdam. Nou, je kan beter je klanten ontvangen via de voortuin dan via de achtertuin, denk ik.